Heyo mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Empire Total War. En wat we gaan doen in deze aflevering is eigenlijk best wel voor de hand liggend. We gaan op enter drukken en we gaan proberen om Hanover over te nemen, aangezien dat een van de weinige landen is waar we problemen mee hebben. Er zijn natuurlijk resources in deze regio die niet currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Echt waar, joh. Gaan we die doen? Wat die hebben? Doen we die dan ook maar meteen kopen? Dan maak ik mensen blijer en zo. Dat kan ik altijd wel. Die moet dan wel heel. Dat is helemaal geweldig. Jongens, ik vind het helemaal geweldig hoe alles werk gaat. Ik vind het alleen een beetje jammer dat drie kwart van ons land. Is. Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel erg jammer. Hier ook even alles weer herbouwen. Aangezien ik wel nog steeds wil proberen om de grootste te blijven met alles. Economisch gezien staat denk ik wel dik voor. Leger gezien staan wij toch wel echt een heel klein beetje voor. En Nevel gezien staat er voor. Maar het is wel onze bondgenoot, maar het is niet dat we niet hoger als hun willen eigenlijk. Dat is tenminste wel mijn doelstelling. Dat is toch ook best wel heel erg logisch. Modern University. Maar dan, ja, dat maakt mensen die vrolijk University. Ik bedoel, ik heb al geen zin om naar school te gaan. Al deze mensen hebben wel geen zin om naar school te gaan. Niemand in mijn land heeft zin om naar school te gaan. Dat is best logisch. Aangezien niemand met de meeste mensen school niet zo heel erg leuk vinden. Maar aan de andere kant toch wel een klein beetje beter. Kunnen we nu trouwens oversteken? We kunnen oversteken. Jee, we kunnen oversteken. Dat betekent ook dat we kunnen gaan aanvallen. Ja, we kunnen zelfs wel winnen als we deze stad gaan aanvallen. Maar. Oh, die kan ik wel even verpergen dan. Waar gaat het leger? Waar zijn we? Oh, we hebben hier nog een stad. Pot, met drie doodjes. Dat wist ik. Ik ben best wel een hele slechte leider, want ik weet niet eens of we landen in oorlog zijn moeten. En we hebben er ook helemaal niks aan gedaan. Lukt. Nou, bouw die dan maar. Dan gaan we ze hier aanvallen. Veroveren deze stad. Dan hebben we nog weer een stad bij. Kunnen we deze twee ook nog wel bijpakken? Lijkt me van wel. Laat ik dit leger. Nee, laat ik het leger met staan. Dat is first. Eigenlijk zou dat. Nee, kan niet, want we hebben niet genoeg geld. We zijn een beetje arm van. We are so poor right now. Nederzetting belegerd! Oké. Niemand kan ons verslaan! Het is toch niet een leuke battle als je. Weet het easy mode van winnen, dat vind ik niet zo heel erg. Nee, dat vind ik niet zo voor aan om die battle daadwerkelijk zelf te spelen. Kijk, als je een beetje in zo'n spannende vibe zit en dat het net op aan kan winnen en net op aan kan verliezen, dan snap ik dat je die battle zelf nu aan kan nemen. Wel, ik vind het wel leuk, maar ik vind het ook weer niet zo heel erg spannend. De meerwaarde die het zou moeten kunnen geven. Ja, we gaan op enter drukken. We gaan ook even koekloeren, hè. Die turns duren nu wel lekker kort meestal. Dat vind ik wel plezant. Ik vind dat echt wel grappig ook. Oh, dat is wel plezant. Klein ding. Waardeer ik wel. Zeker weten dat ik die waardeer. Rioting has broken out in this region as rioting. The lower orders have become too unhappy. Waarom dat nou you mee, must joh? Either appease the rioters by lowering taxes or send in the troops to put them down. Down. Nee, dat whatever kan ook you niet do, doen. Act quickly mooi before the right becomes ja, a rebellion. Wel mooi vergeten. Gaan we die kopen? Oké. Nee. Why should we not buy it? Dat moet je wel met een hele goede reden komen, want hoe kijk, dat kapot verdrieden wordt. Dat vind ik niet leuk. Nee, dat vind ik niet leuk. Steden die van ons die kapot zijn, dat vind ik. Hier, oké. Ben je boos? Nee, dat valt niet mee. Jullie wel. Een beetje.
Jullie echt nog steeds boos op mij? Nee, dat is helemaal niet meer. Nee, zijn. Jezus, ben je niet meer boos op mij hier? En dan ben ik kijk, dat soort dingen, daar word ik werkelijk wel echt gewoon blij van. Hier kunnen ook nog een dikke. Dat is ook niet. Netjes op. Nee, dat gaan we nu niet kopen, want dat klinkt heel erg leuk gaan kopen, maar of we daar daadwerkelijk blij van worden, dat weet ik. Kijk dit, hier word ik blij van. Dit, dat lijkt me verstandiger, heb je ook veel meer aan natuurlijk, aan zo'n wel. Oké. Staat hier nog een leger? Nog dat mag hier niet, hè? Jullie mogen hier niet, hè? Nooit meer. Blijf voor altijd maar hier staan, inderdaad. Vind ik gezellig. Dat doe ik natuurlijk helemaal nergens. Nou, drukken we nog één keer op enter. Want dat kan, en als het kan, dan moet je doen. En vooral als je het wil doen. Oh, kijk, Hanover is in oorlog met zichzelf. Kan dat? Dan lijkt het blijkbaar heel erg op. Dat ziet er stom uit. Ze hebben gewoon oorlog met hunzelf. Dat er mogelijk was weer. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. That is you not must very either good. Appease the rioters by lowering taxes or send in the troops to put them down. Whatever you do, act quickly before the riot becomes a rebellion. Waar? Hier? Hoezo? Oh, het is hier al een rebellion trouwens. Helemaal niet mijn bedoeling. Laat maar af. Hoppakee, jee! We hebben weer gewonnen. Motherfuckers. Marcheren! Gewoon een stelletje aandachts. Huffer. Echt waar. Oké. Gaat dit leeg. Wel. Rebels! They have rebels! Net zo. Met de belegering! Mogen jullie deze gaan ook wel komen wandelen? Wachten op na de nederzetting belegerd! Use. Oh, okay, we hebben weer een stap. Nu wordt het een beetje casual die steden. Dadelijk is het gewoon de normaal. Nou joh, dat doe je toch niet. Gaat het niet zo lopen, of wel? Oh, dat kan niet. Laat maar. Zo. Hier is het ook weer helemaal happy. Lijkt me. Hoop van wel, want anders wordt het grappig. Dit is gewoon alleen een hele dure zaak dit. Dit is het nu al, vind ik. Dus dan wordt het alleen maar duurder. Helemaal niet goed. Vind ik helemaal niet goed. Hou maar. Bouw alles maar op. We moeten alles erop bouwen. Die is gebouwd. Die is ook gebouwd. Die kunnen we nog niet bouwen. Maar waarom kunnen we die denk ik nog niet bouwen dan? Oh, dat kan. Die kunnen we wel bouwen. Ja, het wordt ook een beetje tijd dat we wat gaan upgraden en zo. Ja, eigenlijk. Hadden we dat al lang moeten doen. Maar dat hebben we niet gedaan. Dus. Waren domme vrouwen, sorry. Schuld, maar dat maakt niet. Nee, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed is gekomen. Die kunnen we ook wel weer herbouwen. Everybody in our country is so freaking happy. We are all happy. You know it's true. Druk weer op enter. Natuurlijk moet ik weer op enter drukken, want de turn is weer voorbij. En ik denk dat het redelijk. Oh nee, niet. Jawel. Ja, dit kunnen we wel winnen. Tuurlijk, als we dit niet winnen, dan weet ik het ook. We hebben wel alleen maar line infantry. Het is meestal niet het verstandigste om alleen maar iets van één soort te hebben. Maar, you never know. You never know if it will be useful or not. No. Nog misschien nog een bootje kunnen sturen. IJsland? Ja. Maar we willen IJsland ook hebben. Tuurlijk willen we IJsland. Probeer om zoveel mogelijk landen nog. Die kleine landen dan over te nemen en te veroveren en zo. Oh, dat moet misschien wel iets anders. Ik denk dat ik hem zo neer. Jullie tweede in. Jullie hier zo. Mooi zo. Stuur jullie hier mooi heen zo. Stuur hem hier mooi heen. De tijd even extra snel hoor. Extra snel. Jongen, jongen. Wat gaat dit allemaal snel? Ik kan er bijna niet meer volgen ook. Toch niet dat. Dan gaat het snel hoor. Als ik het niet meer kan volgen, gaat het hartstikke snel.
Moa. George, this cannon. Yep, ik heb cannon. Oké, jullie charge daar dan maar mooi op. Dat kan wel prima. Ja, deze 15 ze willen denken, ze denken gewoon te kunnen winnen. Met deze gewoon perfect in de rear. Ja, dat is gewoon dom dat ze proberen te rennen. Nooit proberen weg te rennen. Ja, en nu denken al die units van, nou weet je wat, we gaan dit toch verliezen. Terwijl we dan ook meteen van keihard wegrennen. Ik had precies dat. Precies dat. Deze mensen zijn gewoon fuck. Ze zijn gewoon weg. Ze zijn echt gewoon fuck, fuck. Ja jongen, je soms ben je fuck, maar dit is gewoon werkelijk wel ook een beetje zielig hoor. Ja, we rennen jullie ook al. Hier houdt er ook niet meer van over. Het houdt er ook echt niet van over, nee. 10, 9, 8, 9, 10. Daar me heen, charge daar me op. En jullie heb ik ook alle vertrouwen. Continue. Charge, op. Tijd extra snel zetten. De tijd gaat zo snel vandaag. Waarom gaat de tijd even snel vandaag? Nou, dan komt het dat we allemaal met je gaan afmoorden. 10, 9, 8, 6. Daar maar wat op af. Ik wil extra snel wandelen trouwens. Mag voor mij allemaal super snel wandelen. Jullie gaan er allemaal ook aan. Lullig hoor. Eigenlijk zijn we echt. 5. Oh, dat heb ik hier nog een paar units. Die gaan er ook aan. Ah, oh, die zijn er ook aan gegaan. Jongen. Ik zou het niet eens meer durven proberen als ik hem was, maar ze durfden het toch nog te proberen. Best wel ballen hebben ze dus nog. Ze hebben nog best wel dikke ballen hoor. Dat is wel, gewoon ballen van niet op dat ook, joh. En zag ik dat nou helemaal goed? Ja, ik zag dat gewoon. Dat is echt kwalitatief uitmaakt. Ja. Ik hoop alleen dat ik nu nog wel een beetje loon krijg, want anders word ik boos. Dan word ik boos hoor, dan maken we ze af. Die piraten die durven ook wel hoor. Wordt tijd dat we ook in Engeland, in Amerika wat gaan doen. Ja, niet tegen Engeland, nee, dat hebben we afgesproken. Gaan we niet doen. Gaan we echt niet doen. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Die hebben nog best wel wat units wat ze ons af weten te pakken. Otherwise the uprising may capture the region. De zege is aan ons. Jammer jongen, jammer dat. Padlock Nation destroyed. Ja, je moet niet mijn pad blokken, dan ben je de lul hoor. Pakken weer. Die kunnen we ook wel even gebruiken inderdaad. Die kunnen we best wel gebruiken inderdaad. Nou, we bouwen daar meteen met 3 van inderdaad. Mooi zo. Oh, hier ook maar 3 van, want ja, we kunnen het gewoon meteen wel gebruiken ook. Hier kunnen we de stad niet upgraden en niet meer herbouwen, maar dat komt ook omdat die hufters denken van nou we kunnen het wel slopen. Dan hebben we hier nog een rebellion ergens zitten. Ah daar, rebellions. Maar, doen we ook niet zo'n moeilijk over. Ons krijg je er niet onder! Gereden klaar om orders te ontvangen! En dan ben ik op enter en dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren in dit mooie spannende spel. Helemaal niet zoveel denk ik. Ik denk alleen dat die pirates nu een beetje irritant gaan worden en daar worden ze vrij heel erg irritant. Zelf. We gaan een beetje hier in Amerika kloten lopen te doen. Nou, ze durven wel. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must either appease the rioters by lowering taxes or send in the troops to put them down. Ja, dat klinkt als een hartstikke goed idee. Ja, dat klinkt echt als een hartstikke goed idee. Nou, hier even koekeloeren. Jullie zijn hier dus nog wel. Oh ja, dat is begrijpelijk. Ik was nu dat allemaal kapot. Daar ben ik geloof dat ik dat dan niet leuk vind. Dit herbouwen we gewoon voor jullie, hè. Doen we gewoon voor jullie, hè. Moet je na. We hebben het toch super aardig. Ja, hier nog wat kapot. Ook wel mooi. Repareren. Kijk, als je deze bent, dat kan ook maar meteen. Kan ook wel. Ah joh, kan allemaal wel. We hebben toch genoeg centjes. We have enough money to buy this whole fucking world. And we will do that. Dit ziet er gewoon lelijk uit. Dat kan ik niet zo goed tegen. Ik wil wel een hele Hollandse vlag hebben. En niet een halve.
Lul op een stokkie. Nee, liever niet, nee. Ook wel mooi weer groot worden. Gaan we nog even naar India toe om de laatste 10.000 uit te geven. Zie je alles groen of zie je niks groen? Nee, alles is hier weer groen. Hartstikke geweldig is dat. Hier even koekeloeren. Nee, die kunnen we wel wat upgraden, toch? Nee, die kunnen we ook wel wat upgraden. Oh, niet. Ken je dat niet? Wel, toch? Die ook wel. Ah, mooi. Goed bezig. Daar zie ik ook nog iets wat we kunnen upgraden. Gaan kopen. Alles kan wel gekocht worden, joh. Ik ben met nog niet zoveel. Daar zie ik nog iets wat we kunnen kopen. Druk op enter. Nou, dan zien we de volgende turn wel verder. Ik denk dat dit de laatste aflevering wordt. Ik denk het wel. Ik heb zo'n gevoel. We hebben nog maar 5 jaar te gaan. We hebben niet zo heel veel meer te doen. We kunnen niet meer zo heel veel doen. Er zijn niet zo heel veel enemies meer die we moeten veroveren en zo. Rebellions grow in strength over time. We hebben een rebellie weer in Australië. Hoe durven jullie? Hoe durven jullie? Ik probeer hier jullie land op te bouwen voor jullie, hè? Voor jullie, niet voor mezelf. En jullie denken gewoon oorlog. Dat is toch best wel lullig, of niet? Vind je dat niet een beetje lullig? Kijk eens goed naar jezelf en zeg dat dat niet lullig is. Dat is toch gewoon hartstikke lullig. Dan herbouwen we die, want echt niet aan jullie wil onderbuigen. Dat doen we gewoon niet aan meer. U hoort het? Die wordt herbouwd. Ja. Dit leger kunnen we ook wel even heel gauw herbouwen. Ja. Dit leger. Hier lopen en die kan ook wel herbouwd worden zo. Herbouw maar, ja. Kijken we hier even heel mooi naar. Hoeveel boten hebben ze hier staan? 1. En hoe groot is die boot? 12. Naar links! Ja, ik heb het idee. Ai ai. Oorzaal vlucht! Nou, pakken we dat over 2 turns wel over. Zie je ook nog wel even iets wat ik wil repareren. Nou, nu gaan we volgens afspraak eerst hele India opbouwen. En waarom India? Nou, kijk, het is met allemaal begonnen is. Ik kan wel zeggen, ja, we zijn Nederland, is ons land. Maar hier is het toch wel echt allemaal begonnen. Hè. Hier hebben we onze eerste strijd gehad. Hier hebben we onze eerste problemen gehad. Dit zijn de mensen die ons als eerste steunden van de wereld. Dus dan moeten we daar ook een beetje, ja, een soort van liefde aan teruggeven. Voor Universe. Kan we maken hier. Niet echt. Hier zo. Hier nog even wat. Dus dat is de eerste plek die ons heeft geholpen. En nu is het ook de eerste plek die wij gaan helpen. Dat vind ik namelijk wel een hele mooie gedachte. Gang die wij hebben in onze, ja, in onze samenleving. Wonen we en we leven natuurlijk wel helemaal samen in deze samenleving. Oeh, oké, dit vind ik minder. Retreat! Terugtrekken! Anders raken we ook nog een leger kwijt ook nog. Bestemming in zicht! Dat is niet grappig. Maar. Nu gaan alleen die pirates nog een beetje vervelend doen ofzo. Nou, niet echt vervelend, want wat willen ze tegen ons doen? Niet zo heel veel hoor, ze kunnen niet zo heel veel. Ze hebben wel veel boten en zo, maar. As population growth is slow here, it is recommended that you upgrade farms or bring lower class taxes down. Increasing the food supply and net income of the layman will reduce the infant mortality rate, thereby increasing the population. Nee, ze hebben best wel een neef. Ik vind dat ze nog best wel een neef. Oh, dat had ik niet gedacht. 3, 4, 5. We hebben er ook een paar. En jou erbij. Waarop dan? Durf je nu nog steeds of durf je nu in één keer niet meer? Kies je positie dat je bent. Lullo. Je bent een lullo. Dan komen jullie hier ook nog een of andere dikke loser, boten aan paard. Paar er maar lekker omheen. Dit zijn de orders, kapitein. Oh, oké, ze hebben hier nog best wel veel troepen. Ja. Heel goed. Bezicht met de belegering! U vraagt naar actie. Houd er hoor. Ja. Een onverwachts groot aantal troepen. Jongen. As. Ik vind het as. Ja. Wow. Dit is best wel heel druk hier. Ik vind het hier best wel gezellig eigenlijk. Als je hier naar kijkt ook jongens, dat is toch best wel mooi om gewoon naar te koekeloeren. Dan denk je toch wel van, ha! Krijg je hier ook netjes op? Nee, ik krijg helemaal niks aan prestige van. Het enige wat hier van, oh die wel weer niet.
wel van. Je moet je hem eerst helemaal hebben geüpgraded voordat je het krijgt. Ik denk het wel. Nou, dan moeten we hier heel wat gaan upgraden. En heel gauw ook, want we hebben nog maar 3 jaar. En dan zijn we er vanaf. Dan hebben we niet meer zoveel te willen. Dus nog heel gauw ding. Opschieten, blijf kopen. National Pursuit krijgen we erbij. Yay. Dan hebben we nu nog steeds dik voor. Oeh, 700. Ik denk dat we gewoon een heel grote legers moeten gaan maken en dan in één keer... Ah, kijk, we hebben nog steeds gewonnen, motherfucker! Nee, zo werkt het niet, hè. Ik vind niet dat het zo werkt. Nee, eigenlijk niet. Waar nog maar een keer ergens smeren, maar gewoon. Gooi het anker uit! Het rioting has broken out in this region as the lower orders have become too. Ja, maar weet je wat het is? You must either appease the rioters by lowering taxes, or send in the troops to put them down. Whatever you do, act quickly before the riot becomes a rebellion. Ja, ik snap het idee erachter een beetje. Eigenlijk kun je hier dus ook heel makkelijk vloeien, ja. Handelsschepen bouwen hier ook. Kan dat niet ook gewoon hier zo? Of hebben we hier niet de juiste shizzle gemaakt? Nee, hier hebben we dan weer niet de juiste shizzle. Als we hier in één keer 3 boten kunnen maken. Het zou namelijk best wel relaxed en kon. Maar we hebben niet zo heel veel upgrade, dus ik zie het al. En dat gaat dan waarschijnlijk heel erg tegenwerken. Plotmail. Nog heel veel geld erbij. Better. Worden ze alleen weer iets minder blij. Ja, dat is wel jammer. Ja. Maar we hebben hier ook helemaal geen happiness building. Dat is best raar. Dat hebben we helemaal niet gedaan. Ik denk dat ik jou kapot ga maken en die toch even een... Oh nee, wacht. Jij niet kapot. Jij mag wel kapot. We hebben toch bijna al research. We zijn als enige land straks nog over. Met Engeland erbij, maar... Engeland oorlog aan ons gaat verklaren. Ik weet niet wie er dan gaat winnen, om heel eerlijk. Wow, hoef jou niet. Jij bent nog mooi genoeg. Alle hands aan dek! Alle hands aan dek! Paraat! Gaan jullie hier maar lekker chillen? Liever niet dat dit leger op ons afkomt. Die kunnen we nog meteen ook wel pakken. Maar dan moeten we dus eerst even een bootje hebben. We hebben nog een bootje. Het is wel een fucked up situation. It's a fucked up situation. We do not have a boat down here. Oké, nou dan gaan we nog een keer op enter drukken. Want dat en als het kan, dan doe je dat. Ja, dan doe je dat soort dingen gewoon heel graag. Great Britain. Oké, de pirates gaan waarschijnlijk wel weer even heel dan doen. Klein beetje. Oh, dat valt. Niet zo heel vaak. Rebellions grow in strength over time. Oh, echt waar? Komen ze alweer? Hoe durven ze? Ze durven. Ze blijven wel durven. Ze zijn wel zo belef hoor. Jongen. Maar er is niet zo heel veel aan om die battles te doen. Als ze toch al eigenlijk afwijken. Vind ik er niet zo heel veel aan. Kijk, als ze nog een kans hebben om te winnen of zo. Of het een beetje 50-50 is. Dan is het toch wel leuk om zo'n battle te doen. Maar dat is nu ook. Je weet al dat je gaat winnen, je klikt de knop en je gewonnen. Wow, oké, nou dat was totaal niet spannend. Nou, dat is ook niet zo klaar. Nee. Dit leger mag wel weer herbouwd worden. Ja, jullie moeten weer hertraind worden. Opnieuw. Vlag wil ik ook gewoon heel hebben. Ik bedoel, ga niet met een lelijke vlag rondlopen. Jullie zijn echte oorlogsstrijders. Ook heel goed je best gedaan voor het land. Jullie ook. Hoe gaat het hier? Ja. Aha, mensen zijn hier al blij. Ik vind dat mensen hier blij zijn. Inderdaad. Hier. Ik vind ook dat mensen hier blij zijn. Die is zo blij. Ja jongens, jullie moeten allemaal tax betalen hoor. Ik maak geen uitzondering meer bij. Helemaal geen zin aan. Nee, ik wil gewoon iedereen gelijk houden. Dat is het beste wat dit. Nu doen we ook gewoon lekker. Goed. Hallo, ik zeg toch dat je gewoon belasting moet betalen. Iedereen moet belasting betalen, dat is jullie ook. Die is heftig.
Hier erbij. Hier kunnen we maken. Hier zijn mensen nu blij, maar zodra ze belasting moeten betalen, zijn ze nog steeds blij. Zeg toch, wij maken iedereen gewoon vanzelf wel een keer blij. Dat zo. Het sterkste land ter wereld zijn. Alleen Australië heeft nog zoiets van, ah, we kunnen wel winnen van anderen, maar dat kunnen ze ook niet. Dus dat is een heel lullig iets wat ze proberen, maar ze toch niet gaan halen of kunnen doen. Of, maar ze kunnen het blijven proberen, dat is het enige wat ze echt kunnen doen. Wel wat opbouwen en zo. Ze wel heel lullig vinden als Engeland straks voor ons weet te komen. Dat zou ik niet zo heel grappig vinden. Diplomatie. Er zijn ook niet zo heel veel nees. Best. Eentje. Maar niet heel veel. Ja. Gaan we hier ook nog even wat kopen zo. Ja, kan. Jee. Allemaal dingen erbij kopen. Want ik vind het kopen leuk. We like to buy stuff. Whoa. We worden super rijk. Tuurlijk worden we super rijk. We zijn al super rijk. En daar worden we alleen maar rijker van. Van al die oorlogen en zo. Dat is allemaal wel leuk. Gaat ook allemaal wel goed. Dan is het leuk. En als dat niet goed gaat, ja, dan is het ook niet meer zo leuk. Hoe raad je het? Dat is toch eigenlijk ook gewoon de meest normale zaak van de wereld op dit moment. Austria dat een beetje voor problemen probeert te zorgen. En niet echt heel goed doet. Wacht op naar de orders! Belegering! Nederzetting, belegering! Ik zie er mooi bij. Ook niet zoveel, maar. Ons krijg je er niet onder! Tjonge, alles hier weer kapot en zo, hè. Wat zorgen jullie slecht voor je mens? Oh nee, wacht, wij hebben dit gedaan. Ik weet van niks. Okay, gaan we die ook nog even proberen te pakken? Proberen. Komen wel echt, er komt ook gewoon alleen maar meer inkomen bij ook nog, hè? Dat is best wel fucked up nice. En dat is fucked up nice. 3. Ik wil hier ook gewoon loot maken, hoor. Super veel fluids maken, want die dingen kunnen handelen van hier tot Tokio, en dat is leuk. Ja, dat is leuk. Ik vet ook. Hier nog echt een kaart kunnen kopen. Tuurlijk doen we dat ook nog wel even. Tuurlijk doen we allemaal gewoon voor onze medemensen op deze medemooie planeet. Kunnen we ook wel even repareren. Ja, als je ziet, kun je het repareren. Als je niet ziet, dan kan je het ook niet meer repareren. Dan ben je waarschijnlijk te laat. Hier nog wel wat kunnen kopen. En wie is er nummer 2? En wie is er nummer 1? Oh, wij zijn nummer 1. Yay! Haha, dat vind ik leuk. Ik vind het altijd leuk om nummer 1 te zijn. En vooral met dit moment, hè. Dat is eigenlijk best wel geweldig. Ze zijn supersterk geworden. Ze begonnen met het allerkleinste landje. As the lower orders have become too unhappy. You must either appease the rioters by lowering taxes or send the troops to put them down. Whatever you do, act quickly before the riot becomes a rebellion. In Kroatië. Hier. Waarom hier nog? Oh, een mekkel. Oh, wat zeukel. Deze foute zeukel. Oh, wacht, zie je dan. I see the problem, senor. En het zal goed komen. Ik zorg ervoor dat het goed komt, hoor. Ik moet hem alleen even zoeken, maar als ik hem heb gevonden, daar is hij. Hey. Chef? Je moet even een wandeltocht maken hierna. Ik wil dat jij hier naartoe loopt. Helemaal daar. Maak me helemaal geen reet uit. Hoe snel je het doet, als je het heel erg snel doet, want ik had eigenlijk gehoopt dat je er gisteren al was. Maar dan weet je het niet. Dus. Oh, dat is niet. Teamship, dit is deze vakantie. Team, burger, kan. Surprise. Revenue, best of power. Herkenbaar, bear upon enemy. Wauw, oké, dat is vet. Ik wil dat ook hebben. Kan ik die ook maken of kan ik die weer niet maken, hè?
Ah, ik wou hem ook kunnen maken. Fuck you, Engeland. Ik ben boos op jullie. Afmaken. Ja. Dat is wel heel agressief hoor. Dat is wel heel erg agressief. Laten we dat maar niet doen. Nee, laten we gewoon mooi shizzle opbouwen en zo. Nou, kopen we die wel gewoon. Dan bouwen we die wel verder. Prima. Op een 17 turn hebben we die, die hebben we. Eigenlijk hebben we straks alles gewoon gezocht ook, hè. Hier hebben we alleen niet zoveel. Best slecht, misschien. Kijk, dat wel, ja. Die wel, jee. Ik denk dat jij beter ziet. Ja. Ja, kijk, dan is dat weer heel, heel wat kort. Ja, al die andere dingen zitten gewoon een beetje niks of zo. Hoe werkt dat? Oké, okay, prima. Ik vind het mooi, prima eigenlijk hoor. Die herbouwen. Hier. Die mag ook herbouwd worden. Nou, jongen. Ze blijven maar boos, hè? Ze blijven maar boos. Eigenlijk best jammer. Het heeft helemaal geen meerwaarde om boos te zijn, toch? Het enige wat ik jammer vind is dat ik zag in Nederland een beetje oranje. En dat snap ik niet helemaal, want het is niet logisch dat het eigen land niet blij is. Die wil ik graag hebben. Die wil ik ook best wel heel graag hebben. En nou, prima, laten we dit dan ook maar lekker zo. Drukken we nog een keer op enter en dan gaan we richting de 9 naar 9. Dus het kan ook nooit meer heel erg lang duren trouwens. Eigenlijk kan het ook nooit meer terug. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must either appease the rioters by lowering taxes or send in the troops to put them down. Whatever you do, act quickly before the riot becomes a rebellion. Boeit me niet zoveel wat hier gebeurt. New nation leader. Oké. Prima. Focus on fighting Kroatië. Hier hebben we de rebellion. Nou, dan gaan we ook meteen weer die rebellion stoppen natuurlijk. Hè, we zijn er ondertussen wel helemaal klaar mee. Met, Australië. Dat, jullie maken me wel hartstikke de moe. Niemand kan ons verslaan. Doe dat maar dan inderdaad. Maak het af. Laat me zien wie de grote baas is. Wij ondertussen, dat weten ze ook wel. En anders dan zouden ze dat ondertussen wel moeten weten. Gaat lekker. Deze drie mogen. In ieder geval dat. Ik ga je daar wel naartoe vaar. Klaar voor de strijd. Ondersteunen. Hier kunnen we niet varen, kapitein. Ga je hier dan weg, joh, mag. Orders ontvangen en begrepen. Hai. Klaar om te wenden. Orders. Ze zijn de vel. Ja, goed zo. Zeer iets aan ons. Meis. Orders. Wacht op naar de orders. Ze denken gewoon dat ze hier een stad kunnen bouwen zonder mijn toestemming. En dat het hun land is ook nog. Tjoe, jongen, jongen. Denken ze dat nou echt? Dat kan toch helemaal niet meer? Het is toch uit en boze gewoon. Eigenlijk zouden we hier ook nog even poten. Even zo, hè? Orders ontvangen en begrepen. En hier kunnen we ook niet zo heel veel bouwen. Dus dat is best lame. Maar bouw. Drie van die dingen. Dan gaan we handelsschepen bouwen en zo. Dat ja, goede progressie maken daarmee. Lijkt me. 10k hier uitgeven, dat kan gewoon. Ja joh, wij geven alles gewoon uit hoor. Dat boeit ons echt begrepen meer wat we hier allemaal uitgeven. Want we hebben toch fucking veel cash. Cash, cash, cash. Dat is cool. Ook bijna al gebouwd hè. Het meeste wat je kan bouwen hebben we ook wel gebouwd. Shipyard, bouw maar een shipyard. Bouw hier maar een church school, yeah, church school. Church school, hey, hey, hey. Dat maakt mensen weer blij, hè? Church school, eigenlijk maakt dat mensen waarschijnlijk helemaal niet blij, maar dat maakt niet uit. Nee, ik kan er wel mee leven dat mensen niet blij maken. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Always act quickly in these instances, otherwise the uprising may capture a region. Nou, ik denk niet dat ze dat lukt. Persoonlijk denk ik niet dat dat ze met nu al helemaal niet trouwens, dood. Had al niet gedacht dat het zou gaan lukken. Gewoon puur om het feit dat wij gewoon fucking awesome zijn. En dat niet alleen. Ja? Maar we hebben ook nog best wel een heel groot leger. Ik wil weer terug hier naartoe. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Hou die maar erbij.
Die er maar bij. Die. Ik heb gewoon lekker. Ja, een muur, een slag zonder muur hebben. Hebben we dat nu nog echt? Dat kan. Ja, dat is toch eigenlijk van. Gewoon komt er uit de middeleeuwen. Eigenlijk komt dat gewoon echt uit de middeleeuwen, maar dat maakt niet uit. Want het is best wel handig om een stad te hebben met een muur. Vooral in deze tijd. We kennen bijna niet eens meer zonder. Die gebouw hoor. Ja, eigenlijk niet. Hier nog een mooie stad. Blij zijn ze hier. Oh, ze zijn best wel blij. Nou, weet je wat we hier dan doen? Dan kopen we hier ook wat industrie, want we hebben ook industrie nodig in onze wereld. Ja, we hebben ook industrie nodig. Tuurlijk hebben we dat nodig. Anders komt het niet goed. Goed. Oh, we hebben nog maar 400. Ja, dan druk ik op enter en dan stoppen we. Jee. Ik denk dat dit de laatste turn is die we kunnen maken. Of er komt er nog eentje, maar niet heel veel meer. Denk ik. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. Our brave flag, symbol of justice and freedom, flies over a land of liberty, a new nation, a new people. Blessed by the Almighty with freedom and dignity, we mourn the glorious dead and look to a bright future. We the people can defeat foul tyranny wherever it is found, among evil men, kings and emperors. This is our republic, our brave new world. Okay, that was echt vet. Kunnen we nu echt nog continueren? Hai, we kunnen ook nog gewoon continueren. We kunnen zelfs nog zeggen van we gaan Engeland aanvallen. Dat kan gewoon nog. Op zich vind ik dat nog best wel leuk om nog even te gaan doen ook nog hoor. Shit, is dat nog best vet. Ja, mijn doel was natuurlijk gewoon de hele wereld erover hè. Ja, dus dan moeten we dat eigenlijk ook gaan doen ook. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, ja, heeft het nog echt een meerwaarde? Ik ga wel even heel flink in hier optreden nu dan. Ja, maar wauw, wat was dat een vet filmpje. Dat was echt een heel leuk vet filmpje hoor. Ja, ik vond dat echt vet. Tjongejongejongejonge. Awesome. Maar dat is best vet. Aan de ene kant heb ik zoiets van, ja, wat gaan we doen, wat? Ik weet wat we gaan doen, Theoretisch gezien, hè, als je echt heel goed gaat kijken naar mijn woorden die ik gezegd heb, dan moeten we de hele wereld veroveren voordat we de witches zouden gaan. Maar eigenlijk is dit het einde van het spel. Ik bedoel, we hebben bijna alles gewonnen, we hebben bijna alles gedaan wat we kunnen doen. Er is niet zo denderend veel spannends meer te doen, behalve dan nog een paar kleine inimini dingetjes. Maar goed. Niet heel veel meer, heel veel spannends meer wat we hier moeten gaan uitvreten. Aan de andere kant wil ik wel gewoon heel graag de hele wereld veroveren. En het is best leuk om jullie daar gewoon in mee te nemen. Tenminste, ik vind dat nog best leuk om dat af te maken en zo. Dus wat ik ga doen is op dinsdag komt straks gewoon The Witcher. En dan ga ik op woensdag gewoon nog lekker door met dit. Ja, ik denk dat ik dat. Dat lijkt me verstandig. Want. Ja, dat is ook wel gewoon leuk. En dan kunnen we daarna op woensdag misschien weer een andere game spelen. Wat ik dan wil gaan let's playen. Maar op zich vind ik dat nog best wel een heel erg stabiel en goed en leuk idee. Dus dat lijkt me nog wel verstandig om dan erbij te gaan doen. Straks zie je hier ondertussen maar recht. En wat was dat een vet filmpje zeg. Dat was een vet filmpje jongens. Dat vond ik echt fucking vet. Dat betekent ook dat ik jullie allemaal nog een keer nodig heb. Deze week. Tuurlijk. Ja. We gaan eerst nog even flink kopen en upgraden. En zorgen dat we er helemaal 100% klaar voor zijn. Dus ook. Dat is best wel heel erg belangrijk. Dit is wel leuk hoor. Dit is wel leuk. Ik had niet eens gedacht dat we nog verder konden. Ik denk van nu houdt het spel op. En dat is best wel jammer. Maar. We hebben dus de victory gemaakt. Occurring resources in this region that are not currently being exploited. Echt, nou, developing die these areas now will increase your nation's trade income later.
We durven jullie. Dat betekent ook dat we hier even dingen moeten gaan maken waar we data mee kunnen bouwen en upgraden en kopen. Wel heel lullig voor hun hoor. Maar ze halen ons ook nog een beetje in, dus daar ben ik het dan ook helemaal niet mee. Oh, kijk, hier moeten we dan. Gaan we hier beginnen met kleine armies maken dan. Ja, we kunnen hier niet zo heel veel troepen maken. Dat is nog best lelijk. Maar we hebben hier niet echt een stad. Hier wil ik gewoon een paar. Rifleman bij. Oké. Dan. Nog maar een paar Rifleman. Een paar Horsemen. Oké, ja. Wat voor geloof hebben jullie aan? Dat is natuurlijk het ultieme ding om te weten. Welk geloof heb je? Ja? Mooi zo. Wat gaan we dan nu doen? Wat verstandig, wat vrijheid, wijsheid. Ik heb flink op te bouwen en te doen. En blij mensen te maken. Ja? In India moeten we dus gewoon volop beginnen met de bouw. Fluwitsch. En. Hier wat upgraden. Hier wil ik ook op zich best upgraden. Hier wil ik ook upgraden. Ja, we gaan heel wat dingen upgraden hoor. Het is allemaal hartstikke duur natuurlijk. Dat is best wel fucked up. Maar dat is ook wel weer heel erg leuk. Ja. Oh, fucked up leuk. Dat kan ook nog. Klinkt toch best wel weer heel erg positief. Jullie. Hierbij. Nou, we hebben één optimaal leger. Vloot, eigenlijk, hè. Ja, vaar daar maar heen, joh. Vaar daar maar heen. Zie maar wat er voor leuke dingen zijn. Ik weet niet wat voor leuke dingen er allemaal te beleven zijn. Oké. Dus dan gaan we nu ook nog Engeland veroveren. Daar had ik niet gedacht dat we dat mochten doen. Eigenlijk niet. Maar... eerst eventjes wat beter voorbereiden, want we gaan niet een land aanvallen wat fucking sterk is en dan denk ik van, weet je wat, eigenlijk zitten we nu allemaal wel echt een probleem. Niet echt, ik vind het ook helemaal niet leuk. Helemaal niet handig. There is a port in this region that has not yet been developed. Echt niet? Select the type of port to construct. Die. De. A fishing port will help your population grow. A trade port will provide an income from overseas trade. A naval port allows the construction of warships. Oeh, warship. En ook weer. Waarheen, kapitein? Hier is ook nog een port. Voor alles hebben wat ik kan hebben. Voornamelijk omdat het leuk is. En omdat het handig is. Het is nu wel een beetje een bouwspel aan het worden trouwens. Ik vind het nu weer een bouwspel aan het worden. Maar dat komt namelijk voornamelijk omdat het echt aan het upgraden zijn. Bijbouwen. Klaarmaken. De grootste oorlog die we gaan hebben. Nederland gaat. Ja, we willen. Ja, maar mensen willen altijd meer, hè? Wij willen ook meer. We willen ook gewoon meer. Punt. Maar ik wil wel eerst, voordat wij oorlog aan hun gaan verklaren, hè? Aan het grote, oppermachtige Engeland, wil ik wel. Eerst moeten we hier ook even. Ja. Dat erbij. Wat kanonnen erbij kunnen we wat hebben. We daar al twee horsemen van. Kunnen we nog wel even twee van bijbouwen. Ja. Dan gaan we weer terug naar India. Want ja, we kunnen hier gewoon lekker aan bouwen. En dan vind ik altijd wel leuk bouwen. Dat is ook allemaal best wel handig. We krijgen straks ook weer een inkomen erbij. Dat is echt asociaal. En als we weer straks die boten hebben. Als we straks echt heel veel van die boten hebben, dan kunnen we ervoor kiezen om... Ja, dat gaan we dan ook sowieso wel doen natuurlijk. Maar we gaan straks steeds meer hierheen varen, handel te bedrijven. Hè? Dat is best wel mooi en ook leuk, want daar gaan natuurlijk jouw handelswaren heen. En vet om te hebben. Eén zo'n boot. Maar dit hebben we wel, één boot. Precies hierheen natuurlijk weer. We hebben wel één zo'n boot. Kan best. Waar hier maar heen dan.
En weer zo'n ding in vol. Jee, dan hebben we er weer een vol. 4.100. 6.000. Van hier, van de Indian Oceans. Kijk, hier, komen ook gewoon dingen weg. Hè? Dat is best wel leuk om te zien. Allemaal van mij hoor. Dat is allemaal van mij. Tuurlijk, allemaal van mij. Leuk. Ja, dat vind ik ook wel leuk om gewoon te zien hoor. Ik denk altijd wel van, oh, wat mooi om maar zo machtig rijk te zijn als Holland. Stemming in zicht. Ja. En dat komt ook allemaal wel steeds wat dichterbij, ja. Ja. En benieuwd. As population growth is slow here, it is recommended that you upgrade farms or bring lower class taxes down. Increasing the food supply and net income of the layman will reduce the infant mortality rate, thereby increasing the population. Ja, maar we hebben alle farmtjes nog geüpgraded. Daar kunnen we niet meer zo heel veel van. Dan hebben we heel erg jammer hoor. Dan geef je ons een tip en dan kunnen we dan drie keer helemaal niks. Dat is toch eigenlijk best wel. Ja, om te janken hoor, om te janken. Flagship, ja, toch gewoon de sterkste ship die we hebben. En die we kunnen maken. Sloe. Helemaal gek worden. We zijn wel hartstikke normaal, jij. Die kerel heeft een. Die heeft iets groot hoor, dat moet bijna wel. Op zijn dienst. Oh, hoe durf je? Nou, vaar hier maar heen. Gaan we hier ook nog even koek loeren? Tuurlijk gaan we hier ook nog even koek loeren. Dat is ook misschien wel handig om te doen. Want wat we nog even moeten bekijken is: worden hier nog wel bloed? Kom maar. Nou, daar ben je hier niet meer in. Daar was ik al bang voor. Navy, nou het is niet echt een navy trouwens. Het is meer gewoon een handelsflagship. Gewoon, en heel veel ook. Hè. Dat is dan wel mooi. Maar wel heel erg praktisch ook. Maar, we moeten even kijken of we nu straks nog wel genoeg... ja, we hebben nog wel genoeg inkomen. 14. Trade income gaat er ook wel flink bij. Ja. En als we kijken naar wat happiness in de wereld. Ja, hier zijn ze nog steeds boos, hè? Ik snap het niet. Ik snap de lol er niet van om boos te zijn. Hier gaan we ook wat kopen. Dus. Yep. Nu is de volgende doel hier dingen kopen. Want ze worden hier langzaam een beetje boos op ons. En dat wil ik niet. Nee, ik wil geen boze mensen in mijn land hebben. Het liefst niet. Nee. Ik kan je soms ook niks aan doen. Maar het liefst gewoon eventjes niet. Het zou wel chill zijn als het eventjes niet was, maar ja, yeah, you never know what will happen. Speed arrive. Waarheen, kapitein? Hier, kapitein. Vaar hier maar bij. Jee. Krijgt over 300 erbij. Voor één zo'n boot. Dat is best netjes. Oké, zit er voor het loeren. Oké, ja, hier gaat het allemaal wel goed. Ik denk alleen dat we nu moeten kijken vooral. Bijvoorbeeld Zweden is boos. Dat ding kunnen we ook wel maken, maar we moeten toch op blijven letten dat we ook gebouwen maken die blij maken. Maar die heb ik niet gezien. Dus wat ik wil gaan doen is jou gaan pot. Bouw daar maar iets van een kerkgebouw, dan maakt mensen blij of op een of andere gekke manier maakt de mensen blij om een kerk te hebben. University College, nou, ook wel weg. Bouwen daar ook wel niet leuk voor. No village left, oké. Okay. Hier nog eventjes rond. In dit gebied heb ik ook niet zo denderend veel, maar ik kan ook wel wat bijbouwen. Wauw, mensen moeten blijven bouwen. We bouwen gewoon allemaal super coole dingen. Ja, dat is cool. Tuurlijk, reden we die voor jullie. My God be with you, because if he is with you, then he is not against you. And if he is not against you, then he's happy. And he will be happy to see you and you and you and you. Nou, dit moeten we ook nog even gewoon bijkopen en upgraden en ding mee gaan doen dan. Jee, mensen worden steeds wat rijker in ons land. En wij worden ook steeds rijker, dat is best positief. Ja, vind ik allemaal wel positief. Twee turns hebben die erbij.
denk ik dit leger hierheen gaan sturen. Ah, dit leger gaat richting... Hier. Ja. Door IJsland hebben we gewoon. Punt. Hi. Orders. Oh joh, dat stelt ook gewoon 3 keer helemaal niks voor. Zeg dat dan meteen. Laat dat dan meteen even weten, joh. Wat een loser. Hi. Hier ook nog volle gebouwd. 4, ja. 4, mooi zo. Bouwen we hier meteen nog wat fluids. Kunnen we hier ook maken? Hier kunnen we er alleen niet zo heel veel maken, maar dan maakt Global Trading, kom. Mooi. Nee, maar dat is mooi. Hebben we die ook? Die hebben, we hebben alles nodig. Het is ook een Global Trading Company. Tuurlijk. Gaan we weer op enter drukken. Ja. Ja. Dat is wel mooi zo. Great Britain. Nog alleen maar pirates en zo. Oeh, pirates. Dat wel de meest spelende mensen. As population growth is slow here, it is recommended that you upgrade farms or bring lower class taxes down. Increasing the food supply and net income of the layman will reduce the infant mortality rate, thereby increasing the population. Ja, wat ik hier weg heb hier. Voorbereiden. Dat zie ik dan niet meer echt als een voordeel. Ai. Dat is waarschijnlijk ook niet echt een voordeel. Huppakee. Daar hebben we er ook alweer genoeg van. Maken we hier ook weer gewoon lekker erbij. Ja, tuurlijk. Gewoon lekker doen. Wordt toch niet zoveel. Gaat toch altijd iets kosten. Nou, ik weet het nu alvast kosten, want dan heeft het wat meer, meer lol ervan. Aan de ene kant heb ik zoiets van laten we dan nu maar meteen beginnen met de strijd tegen Engeland. Aan de andere kant heb ik zoiets van ze kunnen nu op dit moment nog in vrijwel één turn ons echt heel hard erbij pakken. Dat wil ik dan liever niet door deze poort aan te vallen en dat, ja, dat geeft gewoon een boost hoor, dat niet leuk. Drie. Vier. Vijf. Bouw er maar wat bij hoor, voor je minuut. Het enige doel wat ik dan wel heb is dat, onze trading, dat moet dan wel echt rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must either appease the rioters by lowering taxes, or send in the troops to put them down. Dat moet dan wel echt onze navy upkeep kunnen betalen, anders dan act quickly before the riot becomes a rebellion. Klaar voor actie? Ai ai! Ik mis ook net één zo'n boot, natuurlijk. Orders? Nou, wel jammer. En bouwen hier gewoon weer zo'n bootje. Maar er is hier weer één. Ja, nou weet je wat jij mag doen? Wacht op nadere orders. Waarheen, kapitein? Jij mag hierheen varen. En dan mag je hier gaan. En dan doen we dit. En dan ga je daarheen en dan ben ik helemaal blij. Hartstikke trots op jou. Maar wat we dus wel even goed voor moeten uitkijken. Het feit dat onze grote vriend Engeland ook gewoon best wel naar ons kan komen, hè? Dat kan ook. Maar in één keer, 3, 2, 1, wij pakken hem gewoon, joh. Dat kunnen ze best denken. Zouden ze heel simpel kunnen doen ook. Ik hoop liever van niet. Hebben liever van niet, nee. Nee, maar je hebt niet de hele tijd de keuze. Eigenlijk heb je eigenlijk nooit de keuze, wij in ieder geval niet. 9 van de 10 gevallen. Maar, goed, ja, wat doe je eraan? We kunnen het ook niet zoveel aan veranderen. Ik heb wel zin om straks hier ook kaarten aan te vallen, maar liever wel gewoon goed voorbereid in plaats van een beetje zo'n lompe manier en dat je dan kaart verliest en dat het dan gewoon hartstikke een zonde is voor alles wat je hebt opgebouwd en zo. Nou, vaar jij hier ook maar heen dan. Ja, begin maar te varen. Gewoon voor IJsland. IJsland ook van mij. Yeah, and everything in the world will be me. Waard. Zijn ze nog steeds een beetje boos op ons. Maar dat wordt ook steeds minder. Want religious unrest wordt steeds iets minder gewoon.
Ja, en de industrie, ja, maar de hout, dat gaan we overal last van hebben, lijkt me. Dat zit nu in ieder geval wel redelijk aan. Kom dan, die church cool hier bouwen. Vind ik ook wel prima. Dat er nog maar bij. Hier is weer groen, hier is er nog niet aan groen, en hier ook niet. Hier zijn ze. Ik vind dat wel weer heel erg raar hoor. Sommige plekken, dat snap ik niet uit de bodem. Maar... gewoon niet logisch. Maar prima. Ik kan er wel weer leven op zich dat mensen het niet mogen. Of dat ze het wel mogen. I don't know. Ja, misschien. As population growth is slow here, it is recommended that you upgrade farms or bring lower class taxes down. Increasing the food supply and net income of the layman will reduce the infant mortality rate, thereby increasing the population. Dat is mooi. Dat is wel heel erg leuk. Ja, klinkt ook wel heel erg leuk. Trading in company improves export capacity increase. Maar dat is wel heel duur trouwens. Heel erg duur. Naval recruitment is ook wel lekker bezig. Second rate. Heavy rate. Admiral's flagship. Oké, okay, prima. Dit pak je ook heen. Dan gaat dit gewoon over voor mij. Isaac. IJzer komt van hoor. Hop, oké. Jullie mogen ze rennen hoor. Refused. Ah, kijk. Nou is het mijn land. Ah, bitch. Gewoon lekker mijn land. En ik ben tevreden met. Als we een trading port maken hier ook. Dat hebben we pas. Wat is dit nou? Fish. Ook leuk hoor, even een visje is ook leuk. Ja, tuurlijk. We alles wat hebben, dus dit ook. Dit ziet er dan wel echt lelijk uit. Hier nog twee van die kleine lijntjes van Engeland. Maar ja, we kunnen niet in één keer oorlog vragen. Ik denk trouwens dat we de aflevering gaan afsluiten. Dan gaan we dus voortaan na deze aflevering op dinsdag The Witcher spelen zoals ik beloofd heb. Want anders dan vind ik dat gewoon al te lang duren. En eigenlijk duurt het al een beetje te lang, maar dat maakt niet uit. Want we gaan het hierna gewoon lekker spelen. En of nu eigenlijk zo aankomende dinsdag. En dan gaan we voortaan op woensdag verder met dit. Totdat we de hele wereld echt veroverd hebben en het gewoon echt allemaal van ons is. Dat vind ik dan nog best wel een goed idee. Ja, ik vind dat best wel een heel goed idee. Het is alleen nog Engeland eigenlijk. Maar ik vind het wel leuk om daar nog best wat aandacht aan te geven. Dus waarschijnlijk wel een lange campaign die het nog gaat worden. Misschien niet heel erg lang, maar het kan wel heel erg lang duren. Als je ook kijkt naar hun leger. Hun leger is niet denderend groot in vergelijking met dat van ons. Hun navy is wel veel groter dan ons, maar ook niet heel erg lang meer hoor. En hun enlightenment is wel hoog. Vind ik jammer. Nee, maar dat komt ook wel goed. Ik heb er alle vertrouwen in. In ieder geval voor nu. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. En ik zeg, laters.